daar zitten ze dus? Daar zitten de melkgeiten. Die heb ik in 2006 heb ik die stal nieuw gebouwd. En die stal, daar heb ik eerst in gemolken en daar staan nou de opvangklammer allemaal in. Ja. Kijk, en ja, daar zitten nou plus minus 200 opvangklammeren. Mark en die hebben nou al een fokverbod voor het leven. Dus ja, die kan ik al helemaal niks meer mee op dit moment. Nee. En zijn in die andere stal, daar zitten de... Daar zitten de melkgeiten in en de opvanglammeren. De melkgeiten die hebben dus antistoffen aangetoond in de melk. En die blijven dus op het bedrijf. En de opvanglammeren die geënt zijn, die moet ik helaas volgens de regels die op dit moment op tafel liggen van de Tweede Kamer, moeten die geruimd gaan worden. Ja, maar hoeveel moeten er hier weg? Hier moeten er waarschijnlijk tussen de 250 en 275, daar ergens zal het liggen dat er... Net er weg moeten. U was vanmorgen weer in de stal. Ik was vanmorgen weer in de stal. En dan staat u anders in de stal. Ja, dan sta ik heel anders in de stal. Ik heb er alles aan gedaan. Al mijn ziel en zaligheid erin gegooid. En als je dan ziet de gezonde dieren, het loodje moet je gaan leggen, dat duurt me pijn. Ook voor de toekomst. Men zal de toekomst gaan uitbrengen. Niemand weet het op dit moment. Maar als ik hier met mijn zieke dieren moet blijven. En mijn gezonde dieren worden geruimd. Het is de omgekeerde wereld. Ik blijf dadelijk met de zieke dieren zitten. Waar ik niet meer mag fokken. Ik kan er niks meer mee. Ja, want die zieke dieren zijn niet drachtig. En daarom mogen ze hier blijven. Daarom maar mogen zij blijven. Hebben wel de bacterie. En ze hebben wel de bacterie. En uw gezonde dieren die gevaccineerd zijn... Die zijn weg. U begrijpt er niks van. Ik begrijp er niks van. Ja. En dan moet ik dan hier in de buurt... Het bordje blijft dus altijd aan mijn huis vastgenageld. Dit is een kukkoortsbedrijf. Dit is een kukkoortsbedrijf. Want ik kom er nooit meer vanaf op dit moment. Of ik moet gewoon alles ruimen. En dan is het einde verhaal. En dan zie ik het somber in. Dit is een sterfhuisconstructie, zei u al, hè? Ja. En dan moet ik voor mijn gezin werken. En ik kan het niet. Als het zo is, zie ik op dit moment totaal geen uitweg. Nee. En ik vind het dramatisch. Ja. En ik weet helemaal niet meer of ik nog ooit verder kan. En dit is al de tweede keer met het MKZ... Al idem dito wou eens mogen gaan ruimen. Toen heb ik het tij nog kunnen keren. Maar ik zie niet dat ik het tij nu nog kan keren. Nee. En dat duurt pijn. Ja. Want hier zit een levenswerk. Maar niet alleen van mij. Ook van mijn ouders. Die me de push gegeven hebben. En wilde geen boer worden. Ja, ik wil boer worden. Alle ziel en zaligheid. Alles mij te steunen hebben ze erin gegooid. Mijn vrouw, je bent boer niet geen 38 uur in de week, maar dan ben je 7 dagen in de week, 24 uur lang. En als een vrouw daar niet achter staat, dan haalt het ook niks uit. En ook mijn schoonouders, die moeten erachter staan. Het boerenleven is niet zo simpel van, het is maar even met dieren voor of zo. Nee, je bent er gewoon 7 dagen, 24 uur per dag mee bezig. Het zijn levende wezens. Ik zeg altijd... Als met mensen ook, als je goed bent voor je dieren, liefde toont aan de dieren, dan krijg je er ook iets voor terug. Vreugde en dan doen we met plezier het werk. En als met mensen precies hetzelfde, als je met mensen toch plezier kunt samenwerken, is het toch een zaligheid. Ja. En als je daar gezonde dieren, waar je altijd voor gewerkt hebt, en nou is het kukkoorts en het is ernstig, en dat steken we niet onder stoelen of banken. Maar het zit in het milieu en wij kunnen daar eigenlijk, het treft ons op dit moment. Nee. En daar gaat veel mensen voorbij, de individuele geitenboer, het treft hem. Sommigen die komen er nog goed mee weg. He, er zullen nog gevallen bij gaan komen. U heeft hier ook niet voor gekozen? Ik heb hier totaal niet voor gekozen. Dan had ik een andere keuze gemaakt, als ik het kon. Maar het overkomt je. Nee. En ik vind het erg. Zeker ook voor de mensen die kukkoorts opgelopen hebben. Ja, maar want u bent niet tegen maatregelen. Ik ben zeker niet tegen maatregelen. Maar dan zieke dieren ruimen en geen gezondheid. Juist.
als bij mij zitten dus, het is aangetoond, er zitten zieke dieren. Het is er misschien maar een enkeling, want als één geit positief is, dan kunnen ze op 1000 geiten kunnen ze het aantonen in de melk. Ja. Als ze die ruimen, heb ik er vrede mee. Dan kan het bordje weg, dan kan ik met een gerust hart weer naar de buren zeggen, er is niks aan de hand. Ja. En nou blijf ik constant en ik kom er niet meer vanaf. Als de maatregelen zoals ze nu liggen, kom ik er nooit meer vanaf en blijf het zo. Ja. Blijf ik altijd de boosdoener. Want er hoeft maar één QCOS patiënt morgen weer bij te komen. En dan zeggen ze, ja, hier in die stal zitten de besmette dieren. Ja. Nou, en die worden niet geruimd en de gezonde dieren worden geruimd. Dus ik kom nooit van de imago af. Nee. Hoe graag ik het zou willen. Maar ik zie daarin geen uitweg op dit moment. En u weet ook wel wat de ernst van Q-koorts is. Ik weet de ernst van Q-koorts. Ik heb het zelf meegemaakt. U heeft het gehad. Ik heb het gehad. Maar er zijn mensen die het misschien ook veel erger gehad hebben. Ja. Dat is natuurlijk, ieder individu is anders. Maar u bent er ook goed ziek van geweest. Ik ben er ook goed ziek van geweest. Het heeft meer dan een jaar geduurd, bij mij ook. Ik heb ook een longontsteking, een zware longontsteking gehad. Ik denk dat ik er volledig van genezen ben, maar er zijn mensen bij die zijn er nog niet vanaf. En die kunnen goed zeggen, wanneer kom ik er vanaf, want dat is ook nog niet duidelijk. Ja. En daar heb ik heel veel sympathie voor. En ik hoop ook dat die mensen ook de uitweg zien en dat die beter worden. Ja. Dat is de eerste prioriteit. Ja. Mensen die hoeven niet ziek te worden. En daar ben ik het mee eens. Maar zoals het nou, de geitensector, hoe die nou in een kwaad daglicht gesteld wordt, vind ik heel ernstig. Ja. Ook. Ja, want ze kijken er u allemaal op aan. Ja, de geitensector wordt erop aangekeken. En het zit in het milieu. En wij kunnen, waar de oorzaak ook ligt. U weet niet hoe u er aangekomen bent ook. Ik heb er ook niet voor gekozen om het te krijgen. En ik weet ook niet waar ik het vandaan gehaald heb. Als ik het mis, kon ik de maatregelen treffen. Maar wij staan ook met de rug tegen de muur. Ja. En wij kunnen ook niks. Wat zou u tegen Gerda Verburg willen zeggen als ze zou kijken? Ik zou tegen Gerda Verburg willen zeggen, ruim op de besmette bedrijven, de positieve bedrijven, ruim alsjeblieft de dieren die het aantonen. En laat de gezonde dieren, laat die met rust. En als het enigszins mogelijk is, mijn geiten die geënt zijn, die geen bacterie uitscheiden. Daar zijn ze voor geënt. Daar zijn we al die jaren voor aan het vechten. Enten. Nou zijn ze geënt. Nou gaan ze juist die geiten bij mij opruimen. En de besmette dieren laten ze staan. Dan heb ik nog veel liever, ruim dan de besmette dieren gewoon op. En laat de anderen met rust. Dan kan mijn bedrijf verder. En zo zijn er hier in Brabant nog enkele meer die ik zo op kan noemen. Die met hetzelfde geval zitten. Die geënte dieren hebben. En die worden geruimd. Of ze zitten met geënte dieren die niet dragend zijn. Maar ze hebben een fokverbod voor het leven. Dus die kunnen nooit meer door. Nee. Die zitten genageld. Zeg maar, zoals het er nu naar uitziet, komen er hier dus dierenartsen met spuitjes. Ja. En wagens van de rendak en grijpers. Ja, dat zal gebeuren. Dat zal heel veel pijn doen. En meerdere hier. Ja. En op dit moment hebben wij hier totaal geen grip meer op. Nee. En dat is dus het pijnlijke van alles. Heel veel mensen weten nu niet wat er gaat gebeuren. Ja. Sterkte. Dankjewel.